Looneisen worden beïnvloed door inflatie. Een loonakkoord kan daarom de inflatie verder verhogen. Dit is volgens fiscaal jurist Stanley Isaias de bekende loonprijsspiraal. Isaias sprak vandaag tijdens een presentatie bij de vakcentrale C47 over de invoering van de bruto toegevoegde waarde als belasting in 2023. Isaias merkt op dat los van de loonprijsspiraal er ook moet worden gekeken naar de belastinginflatiespiraal. Met andere woorden duidt hij aan dat een loonakkoord niet te realiseren is als er geen prijsstabiliteit is. Als je nu een akkoord bereikt dat zegt, stel dat iemand die som kan maken van Wilco, Hugo en Jango. En ze zeggen, die loonschijf moet er zo uitzien en dan wordt het btw-tarief 500% en dan is iedereen blij en gelukkig. Als die som is gemaakt, dan is het resultaat dat er een akkoord komt, waardoor de loonschijven veranderen. Misschien zijn er ook loonakkoorden met werkgevers, waardoor de lonen zelf veranderen. Maar die btw-tarieven en die accijnstarieven en die douanetarieven, die zitten nog daar. En de druk van die tarieven gaat ook omhoog wanneer die prijs omhoog gaat. Toch? Als ik zeg, belasting is 5% van de prijs, dan is een 100 eenheden verhoging van die prijs $5 waard. Maar als ik zeg, belasting is 15% van de prijs, dan is een inflatie van 100 eenheden $15 waard. Dus deze belastingen kunnen inflatie versterken. Isaias wijst erop dat wanneer de inflatie hoog is, de inflatieverwachtingen ook hoog worden. Dus mensen gaan ervan uit dat prijzen niet meer zullen dalen. Hij waarschuwt dat men voorzichtig moet zijn met de invoering van BTW. Dat zal de inflatie namelijk verder versterken. En wanneer je gelegenheid hebt om die inflatie te verlagen met je ingrepen, ook met een belastingingreep, het zijn niet alleen maar centrale bankcertificaten waarmee je inflatie bestrijdt. Het is een all-of-the-government approach waarmee je inflatie bestrijdt. Dus ook wanneer je met je belastingmaatregel de inflatie kan verlagen of afdempen, moet je dat aangrijpen. Het is je plicht. De fiscaal jurist ging in zijn presentatie verder in op diverse zaken waar de invoering van BTW nog meer invloed op kan hebben.